de bisectrice of deellijn van een driehoek. Nu, in een driehoek zijn er drie hoeken. Ja? Een deellijn is een rechte, of bisectrice is een rechte, die een hoek in twee gelijke hoeken verdeelt. Ja, dus twee hoeken die even groot zijn. Betekent, aangezien we drie hoeken hebben in de driehoek, we dus drie deellijnen kunnen tekenen. Ja? Goed, je begint met één van de drie hoeken. Ik ga beginnen met de hoek C. Je meet de hoek, nulpunt in uw hoekpunt. En je zorgt dat een tekenzijde samenvalt met één van de zijden van de driehoek. Je meet uw hoek, je begint langs de tekenzijde waar dat het been van uw hoek ligt. Dus 10, 20, 30, 40. Mijn hoek is 42 graden. Betekent, de bisectrice wordt op de helft getekend. Dus op 21 graden plaats je een streepje. En dan ga je dit streepje verbinden met uw hoekpunt. Je tekent het wel door, want we hebben een rechte. Dus op de helft van de hoek, door uw hoekpunt. Je plaatst je boogje van de hoek en de merktekentjes van gelijke hoeken. Ja? Dus dit is bisectrice 1. Je benoemt je bisectrice. B1. Kleine letter, want het is een recht. Ja? Volgende hoek, de hoek A. Je meet opnieuw je hoek. Nulpunt in het hoekpunt. Tekenzijde gelijk met één van de benen. En je begint te tellen vanaf het been dat aan uw tekenzijde ligt. Ik heb een hoek van 94 graden. Betekent de helft van 94, 47. Dus op 47 zet je een streepje. En dan ga je opnieuw door je hoekpunt en door het gemarkeerde streepje een rechte tekenen. Zo. Voilà. Je plaatst je boogje van de hoek en je plaatst je merktekentjes van gelijke hoeken. Ja. In de laatste rechte, de laatste bisectrice, de hoek B, je meet de hoek B opnieuw. Tekenzijde gelijk met één van de twee benen, nulpunt in het hoekpunt. En je gaat beginnen tellen vanaf uw tekenzijde. Ik zit met een hoek van, in dit geval ja, 45 graden. De helft is een beetje moeilijk, maar dat lukt wel. De helft van 45 zitten we aan 22,5. Daar. Voilà. En je gaat je rechte tekenen door je hoekpunt en door je aangeduid punt. Je plaatst je boogje van de hoek en je plaatst je merktekentjes van gelijke hoeken. Ah, je benoemt de rechten van hier nog. B2 en B3. Kleine letters, want het zijn rechten.